Nou, Kevin en Tessa, weten jullie waarom jullie hier zijn? Ja, om vragen te beantwoorden. Nou, we gaan het hebben over de politiek. Wat is dus dat? Ik ga weglopen. Deze reactie snap ik op zich wel. Weten jullie wat een gemeente is? Ja, die is de baas van het dorp. Wie is de baas van de gemeente? Weten jullie dat? De regering. Wat is dan een burgemeester? Dat is die alle regels bepaalt en wat je mag doen. Die bepaalt de dingen of keurt de dingen allemaal goed of zo. Jullie wonen ook in een gemeente? Nee. Volgens mij is het Westerveld. Of nee. Ja. Hoe? Westerveld heet die gemeente. Wonen jullie ook in een gemeente? Ja, Meppel. Gemeenteraadsverkiezingen. Weten jullie wat dat is? Nee. Dat je kan stemmen op... of je... hoe heet het nou? Ik weet je niet. Vier in de gemeente kunt zitten of zo. Ja, in de gemeenteraad. Mm-hmm. Zo heet dat dan. En hebben jullie enig idee over wat voor dingen zij het dan hebben, die mensen? Nee. Nee. Wat doen die? Weten jullie dat? Die spreken allemaal dingen af. Ja, die gaan allemaal problemen oplossen en zo. Ja. En die zorgen dat er nieuwe huizen worden gebouwd. Ja. Voelen jullie je ook een beetje veilig in Dwingelo? Ja. Nee. Alleen de straat is heel druk. Soms rijden de auto's wel te hard door onze straat heen. Op de brink en dan als we helemaal rechtdoor gaan, dan is... echt knijtersdruk. Knijtersdruk? Ja. Toch, mam? Er is een rotonde waar je eigenlijk... waar wij gewoon overheen moeten om naar school te komen en naar sport en naar alles. En daar is het een beetje... Druk. Ja, nou, het is druk. En mensen doen een knipperlicht er zo niet allemaal aan. En wat zou daar nou aan gedaan kunnen worden? Wat moet de gemeente daaraan doen? Misschien gewoon de auto's... niet zo snel maken. Dat er meer mensen hun knipperlicht aandoen. Ja, maar hoe gaan we dat die mensen duidelijk maken? Bij een persconferentie of zo. Bij een persconferentie? Daar gaan niet echt veel mensen naar kijken. Wat zouden jullie doen om de mensen in het dorp nog wat vriendelijker te maken? Meer feestjes houden. Ja, meer van die kroegen en zo bouwen en discotheken en zo. En meer restaurants en zo. Bosje bloemen brengen. Een bosje bloemen brengen? Ja. Hmm. En chocola. En gewoon feestjes zouden daar worden en die mensen blij van. Ja, mama heeft al dikke kom van chocola. Wat lachen jullie? Ja, we moeten even lachen. En dan gaan ze misschien ook iets minder depressief doen. Wat is depressief? Dat is dat je heel boos en verdrietig en zo bent. Mm. Ja.